Veel grapjes, ik krijg veel grapjes. Ja, domme Belgen en zo, maar daar trek ik mij niks van aan. Dus, In België vinden ze juist de Nederlanders dom. Ja, klopt. Het gaat heen en weer, dus het is allemaal hoe je hebt. Ja, ik trek er mij niet veel aan. Ik geef er ook wel een paar terug, dus dat is geen probleem. Wat vaak kritiek geweest op Excelsior. Ja, klopt. Met de tegengoals. De ja. Afgelopen wedstrijden gaat het uitstekend in de verdediging. Waar ligt dat aan en hoe blij ben je ermee dat het nu eindelijk omgekeerd is? Nou ja, ten eerste ben ik er heel blij mee. Ik denk dat dat iets is waar wij als verdediging naar streven om die nul iedere week te houden. En ik denk, wat is er veranderd? Ja, ik denk dat we met z'n allen allemaal een doelstelling hebben met de verdediging en dan de twee controlerende middenvelders voor de wedstrijd om die nul te houden. En dat het voor ons toch een van de hoofddoelstellingen is als wij de wedstrijd ingaan. Ja, toch is het dan moeilijk om je vinger daar op te leggen van wat het dan exact is? Of zijn er andere afspraken gemaakt die hier eerst niet lagen? Nee, niet echt andere afspraken. We hebben natuurlijk in de voorbereiding hard getraind. Want we wisten dat daar een beetje een probleem bij ons was. En uiteindelijk, nu de laatste drie weken, komt het er goed uit. Dus hopelijk kunnen we deze lijn vasthouden. Precies. Er staat dan ook een andere Belg in de verdediging, Siewe. Zijn jullie ook maatjes? Zijn jullie een beetje naar elkaar toegetrokken hier bij Excelsior? Ja, ik was een halfjaartje vroeger toegekomen dan hem. Dus we zitten hier ongeveer al, hij al 2,5 jaar, ik al 3 jaar. We komen naast het veld heel goed overeen. We gaan soms koffie drinken in de stad. Nu met coronamaatregelen natuurlijk lukt dat niet meer. Maar... ja, we hebben een goede connectie natuurlijk als Belgen onderling. Ik denk dat dat logisch is. En nu ook met Dylan Seys erbij, dus nog een derde Belg. Dus Dylan ken ik trouwens ook al van vroeger in de jeugd van Club Brugge. Daar heb ik ook even samen mee gespeeld. Dus hij is wel fijn om die jongens dan erbij te hebben. Is het ook zo dat je als Belg je een beetje anders voelt in Nederland? Nederland zijn natuurlijk anders, dat weten we. Maar... veel grapjes, ik krijg veel grapjes. Ja, domme Belgen en zo, maar daar trek ik mij niks van aan. Dus, In België vinden ze juist de Nederlanders dom. Ja, klopt. Het gaat heen en weer, dus het is allemaal hoe je hebt. Ja, ik trek er mij niet veel aan. Ik geef er ook wel een paar terug, dus dat is geen probleem. Voel je al een beetje een Rotterdammer, of niet? Ik vind, voelen. Ik blijf natuurlijk Bruggeling. Ik ben daar geboren en getogen. Ik ben daar opgegroeid. Maar ik vind Rotterdam echt een superleuke stad. Ik heb me heel goed kunnen aanpassen hier. De sfeer en de vibe is hier echt leuk. Dus het is een jonge stad ook. Dus ik kan zeker niet klagen over de stad Rotterdam. Nee. Waar zat je het meest met je Belgische vriend? Met koffie drinken bedoel je? Ja. We gingen vaak naar de huismeester. Dat was wel een gezellig tentje. Toms een paar keer. Het verschilde een beetje van waar het gezellig was. Mooi. En verder in de stad, wat vind je mooi aan Rotterdam? Ik vind dat Rotterdam, ik weet dat Rotterdam helemaal is plat gebombardeerd in de oorlog. Dus dat die helemaal opnieuw is opgebouwd met moderne gebouwen. Het heeft een beetje, als je over die bruggen rijdt en zo, wel een hele leuke skyline. Dus dat is wel heel mooi om te zien s'avonds. En gewoon hele leuke plekjes om te eten en te drinken. Dus dat is heel, heel leuk. Precies. Dan nog heel eventjes toch nog terug naar de wedstrijd. 4-0 uiteindelijk. Eerste 10 minuten van de tweede helft dacht ik wel van die 0 gaan ze niet houden. Helmond kreeg wel echt een aantal goede kansen. Ja, klopt. Werden zij beter of stonden jullie minder goed? Wij stonden iets minder stabiel. Ik denk dat onze twee controlerende middenvelders voor ons iets te veel naar de flanken moesten uitwijken om daar te gaan helpen, zeg maar. Dan hebben wij, Thomas en ik, gezegd dat ze meer centraal moesten blijven en toen ging het weer iets beter. En dan uit de counter komen we er weer lekker uit en scoren we eigenlijk op de juiste momenten. Dus ik denk dat we het perfect hebben afgerond. Ja, de beker doet het nog iets met je, want ik kan me voorstellen, een lege tribune, 7:15 en in de regen. Dan ja, denk klopt, je wel klopt. Van, dan begint het een beetje op werk te lijken, of niet? Ja, klopt. Er zijn leukere wedstrijden natuurlijk, maar oké, staat op ons programma. Het is voor iedereen hetzelfde. Dus ik denk dat we deze wedstrijd goed hebben aangepakt. Even serieus als elke andere. En voor de beker is zeker voor ons belangrijk. Ik denk dat wij zo ver mogelijk willen komen in die beker. Omdat je natuurlijk dan mooie affiches krijgt. En ik denk dat dat alleen maar een streefdoel moet zijn voor ons. Om die mooie affiches hier terug te krijgen dan. Hoop je nu dan op een redelijk zwakke tegenstander? Omdat je geen publiek hebt. Dus als er een grote ploeg hierheen komt, ja, dan heb je geen publiek. Kan je niks geven aan het publiek? Ja, het is natuurlijk wel lekkerder als je een iets makkelijker tegenstander loopt de volgende ronde, omdat je dan weer een stap verder bent. Maar we zullen zien welke ploeg we trekken, dus ik ben benieuwd.
Dan nog één keer over de drie Belgen bij Excelsior. Hebben jullie ook de gezamenlijke ploeg in België waarvoor jullie zijn? En waar, ja, wat is jullie droom om bij welke club te spelen? Poh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik ben niet echt een supporter van een bepaalde club. Ik ben natuurlijk opgegroeid in Brugge, dus Club Brugge is daar wel de ploeg, zeg maar, de hele grote team. Maar CBS van Limburg, Hasselt. En Dylan is ook van de kanten van West-Vlaanderen. Dus ik weet niet voor welk team zij supporter, maar ik heb al sinds geen team waar ik supporter, in het bijzonder voor supporter of zo. Nee. Welke club waar je van droomt? Waar ik van droom. in België of? In het algemeen? Nou, dat is ook een hele moeilijke vraag. Ik denk dat je realistisch moet zijn en gewoon je wedstrijden spelen, zodat er bepaalde clubs interesse tonen in jou. En dan welke competitie het is. Natuurlijk, Spanje zou heel mooi zijn. Mooi weer. Dus die competitie is ook heel erg aangenaam. Dus, maar welk team kan ik niet echt een team verzinnen. Eerst maar eens promoveren met Excelsior. Ja, dat zou heel mooi zijn al.